Goedenavond allemaal. Wat we hier nu allemaal zien staan, is allemaal alcoholink. En dan moet u dus werken op papier, jupo-papier. Maar vermits dat deze papier nu ook die structuur heeft, ga ik dat hier eens op proberen. Proberen zeg ik wel, hè. Nou, ik zal u eerst laten zien wat ik ermee gedaan heb. Dus dat is allemaal gedaan met alcoholinkt. En dan is er wat over gedoodeld. Hier ook. Maar dan is er een speciale techniek toegepast. Dat u de klok hier kunt zien. Ik hoop het toch. De kruisjes. De telefoons. Hieronder staat nog een telefoon. Op dat roosgedeelte zo. Hier staat dan de klok. En dat is nog een kruisje. En dat zijn ook nog twee kruisjes. Nu ga ik u direct laten zien hoe u dat zo erop krijgt. Deze techniek is weer gedoodeld. Maar al in alcohol. Deze techniek is weer zo gedaan dat u de muur kunt zien. En wat heb ik nog gestempeld? Het bloemetje in de hoek. Natuurlijk door de camera en de doodskop hierboven. Ik hoop dat de camera dat kan opvangen, precies wel. De briks, dus de muur van de briks. En dan hier is nog iets gestempeld op dat oranje. Nu weet ik niet meer. En hier een bloemetje. Ja. Deze is dan weer gedoodeld. Heb ik ze nu onderheen gericht? Ja. Dat is dan weer gedoodeld. Ja. Dus eerst uw alcoholinkt en dan erop gedoodeld. En ja, de klok heb ik u juist laten zien. Dus dat is wat ik er ongeveer al mee gedaan heb. En u kunt daar dus fantastische... Ja. Wat zal ik u nu laten zien? Dus we gaan beginnen, als dat een beetje lukt, met zwart voor zijn oogjes. Want het is met druppeltjes dat dat eruit loopt. Ik zal hem één oog geven. Want de tweede, dat zou dan terugspatten in het eerste. En dan gaan we de alcoholen wat schudden. En nu gaan we gewoon druppen. Het ene drupt al wat harder als het andere. Dus dat is één kleurtje. Dan hebben we hier nog een mooie oranje.
Die raspberry is ook mooi. De Popperfield. Want ze hebben dus ook allemaal een naam. Oh ja, want anders kun je ze niet uiteenhouden. Maar wat hij doet is stelselmatig zo wat drupjes op brengen. Behalve dat u ziet dat het oog intact blijft. Want ik zie dat het rode er al een beetje naartoe gaat. Maar dat is nu niet zo erg. Die mooie oranje. Even zoeken. Dat is een oranje, denk ik. Sunset oranje. En dat is dus eigenlijk een leeuw. Dan pakken we nu misschien een klein druppeltje. Als het wilt vallen. Als ik niet op het flesje duw en als ik duw. Ja, het lukt toch. Zo. Dus dat zijn al hele mooie kleuren. Het is ook zo dat u met alcohol kunt blijven druppen en als je daar nog wat geel op doet. Ja, maar ik ga eerst al een paar druppeltjes alcohol ink doen voor te zien. Wat dan heb je zo'n pipetje en trekt u dat uit u. En je sluit alles natuurlijk goed af te voorkoming van het vallen. Hè. Uh-huh. Per ongeluk moest. Ziet u wat dat doet? En nu gaan we inderdaad nog een beetje yellow opbrengen. Ja, sunshine yellow. Maar is dat dan niet prachtig? En u beschermt u zo een beetje met servietten en gazettenpapier. En u draagt handschoenen. Dus handschoentjes, want dat is nu niet direct giftig, maar als je er zo alle dagen mee werkt, moet u toch een beetje. Dan verder met alcohol. Met een speciaal glanzend effect. Ja. Dan gaan we hier een klein druppeltje. Dat hem nu er binnen blijft, is goed. En soms heb je er. Dan gaan we nog voor de staartje een beetje oranje. Zo. En dan kunt u met uw stampertje, met uw kussentje, er nog wat over gaan. Ja. Maar het is iets dat nogal heel rap droogt. Maar ik droog dat met de droogtang. Zie je, die is zo mooi.
En kan je misschien voor het contrast in het midden een beetje van die mooie raspberry. Ziet u wat dat doet? Dat is toch, ja. Ik vind dat een wauw-effect. En dan gaan we even de flesjes zo wat erin zetten. U kunt dan ook met uw vingertje. Waar heb ik het nu gelegd? Ligt hier. Ziet u het liggen? Niet direct. Het vingertje? Ja, ik zat het dan wel met het. Het kussentje doen. En dan gaan we dat. Ik zou toch graag mijn vingertje vinden. Het is toch niet op de grond gevallen? Nee, op de grond is niet gevallen. Je moet hier tussen zitten, niet langs. Hieronder? Ja. Zo. En dan gaan we hem nu eventjes drogen. Mijn handschoentjes mag ik momenteel uitdoen. Terug, ja, ja. Zo, die leggen we eventjes hier. En dan gaan we, alhoewel het heeft vlucht sowieso, oh. De spritser moet ik niet hebben. In sommige gevallen hebt u dat ook nodig. En ondanks dat het alcohol is, moet u geen bang hebben. Met dat vuur gaat veroorzaken. Natuurlijk, je moet dat er niet zo. Want ik weet niet hoe je dit tegenhoudt. Oh nee, en dan krolt de mom en dan is het ook niet meer mooi, hè? Want dan kun je er niks meer mee aanvangen. Ja, ik wil niks meer van maken. Ik ga wel eens eventjes voelen. Eventjes. Insteken. Ik kan dat ook al laden. Een druppeltje groen misschien. Ziet u, u kunt dat dus blijven toevoegen. Natuurlijk, dat groen op dat rood, dat krijgt dan een speciaal effect. Hè? Een ander effect. Hè? Dit is mooi. Je moet dus altijd een klein beetje geduld hebben. Allee, een klein beetje geduld.
Dat duurt een paar minuutjes voordat dat droog is. En dan kun je dus de techniek van het stempelen. Gaan we nog even inzogen. En dat zijn dus die kaartjes van de Vibra, waar ik ook al met pareltjes op gewerkt ben. Mm-hmm. Zo. Nu gaan we eens even voelen of hij droog is. En het ziet er naar uit, behalve, maar nu moet ik toch nog mijn stempeltjes, dus je kunt dan niet langs hier zitten. Er een mooie happy birthday kaart van maken. Dat speciaal is op zo'n kaart met inkool. Uh-huh. Dan pakken we ons stempeltje. Nog eens even drogen. Want als het niet goed droog is, dan pak je de techniek niet. Ik denk dat we nu. Dus dan pakken we ons alcohol lifting ink. Dat is het speciaal kussen daarvan. Van Ranger ook. En dan maakt u uw stempeltje goed nat. Daarmee goed nat. Zo, liefst een beetje direct sluiten tegen het uitdrogen. Een vingertje zal ik alcoholdroogtrap uit op hier zitten. En nu zullen we zien of we dat resultaat krijgen. Dat we willen. Dat we willen, ja. Goed teurt u. Ja, ja, dat doe ik. Oké. Okay. Ja. Zien we toch nog verjaardags? De verjaardagstaart staat erop. Nu moet ik nog juist het een beetje opliften. En dat doe je dan met een gewoon doekje. Zakdoekje. Nou ja, ze staat erin. En dan hebt u uw taart. Dus ja, het is een heel speciale techniek. In elk geval wel, ja. En dan maak je je taartje een beetje proper om het terug in de verpakking te steken. En dan gaan we het verjaardagpakje eens doen. Zo. Verjaardagpakje op het stempelkussentje, uw alcohol lift ink goed nat maken, zo denk ik wel dat genoeg zal zijn.
Niet waar. En dan stempelen we dat zo naast de taart. Zo, heel goed aandrukken. Dit moet goed dan. Zo. En dat staat erin. En je ziet het heel, heel goed dat, het, dat hij erin staat. En dan moet u dat zo weer een beetje opliften. Ja. Met uw zakdoekje. En dan zal ik eens laten zien. Ja, hij staat er dus helemaal in met de sterretjes, het strikje. En dan de taart staat er ook. Dus het lukt uitstekend op dat papier van de Vibra. Mm-hmm. Dan gaan we het een beetje proper maken weer. En zo kun je altijd een nieuwe... Ja, en zo kunt je altijd nieuwe kaarten stempelen. Maken, hè. Je kunt er wat op doodelen. Gelijk je cube laten zien. Maar je kunt alle kanten uit. De taart. Die hebben we. Waar kwam ze nu? Ai. Ja. Zo. Dan gaan we nu nog eens de kaarsjes. Er zal nog wel een plaatsje voor zijn. Want je kunt daar natuurlijk ook niet... Bovenaan. Te vol stempelen, ja, bovenaan, inderdaad. Alcohol lift ink. En je eens goed aandrukken. Ja, ik kan eventjes recht staan. Kan ik beter drukken. En dat zou er even mooi moeten opstaan als die andere. Precies wel, ja. Inderdaad. Ik weet niet hoe ver, hoe dicht. Maar ik moet hem eerst nog een beetje opliften. En als u nu met lichtere kleuren werkt, dan ziet u het nog... Nog beter. Nog beter, maar het is fantastisch. U ziet het heel goed. Ja. Ik kan hier op zijn staartje nog een druppeltje. Ja, dat hij wat meer gekleurd is van boven. Ja. Ja. En daarbij is de kaart dan zo goed en als klaar. En dan is je kaart zo goed als klaar, ja. Zo. Ik kan niet met een blauwdruk op zitten terug. Kan ik nog eventjes doen. En dan heb je een speciale kaart. En dat is dus
De alcohol met de alcohollift ink. Mm-hmm. En dan heb je dus die andere. Hier is het dan gedoodeld. Mm-hmm. En ik heb er dan nog verschillende laten zien waar ook op gedoodeld is en waar ik ook deze techniek op gebruikt heb. En het oogje is ook redelijk goed gelukt. Want dat is een beetje moeilijk met die vlekjes maken, dat je dan juist... Ja, het is een speciale techniek, het is zo wat abstract. Dus, en het gaat... Het papier moet dus een beetje... Hoe moet ik het zeggen? Glanzen. Een beetje glanzen. Ja. En dat heeft deze papier nu ook een beetje. Ja. Dus, dan heb ik nog een heleboel kaarten die ik daarmee kan maken. Mm-hmm. Ik kan dan ook nog andere technieken doen. Mm-hmm. Maar die zal ik u dan een volgende keer eens... Een ander filmpje laten zien. Laten zien. Dat zijn de technieken met de actieve ink. Ja, dan krijgt u een ander effect. Dan wordt de kaart wat roomachtiger. Mm-hmm. En daar kunt u dan weer niet op liften. Nee. Omdat dat een andere soort inkt is. Ja, ja, ja. Ja. Ik hoop dat u... dat... leuk vindt. Ook leuk vindt. Ik vind het in ieder geval... Allee, ik vind het heel mooi. Deze zijn wat lichter. Je ziet het wat beter. De liftingtechnieken. De telefoon, de kaart. Ja, het kruisje. Hè? Omdat je op lichter, ja, lichtere kleuren gebruikt hebt. En zo, ja... kunt u dus oneindig ver gaan. Oneindig ver gaan, ja. En ik heb dan ook nog de zilveren. Dat is met zo'n bolletje. Ik ga dat nu niet hier opdoen, maar dan heb ik veel kans dat mijn liftingtechnieken weg zijn daardoor. Oké. Dus ja, beste kijkers, dat was één voorbeeldje van een alcohol-inkkaart waar ik u juist vele van heb laten zien. Die ik natuurlijk niet op één dag gemaakt heb, want ik ben er al een hele week mee bezig. Maar ik vind het, ja, een mooie, prachtige techniek. Zeer decoratief. He, want u kunt, als u dan niet had opgeliefd, kunt u altijd blijven spelen met uw kleuren en dan met een beetje alcohol in zo'n pipetje erover gaan. Dus ja, beste kijkers, tot hoors nog. Duim op nog. Dag.